Prachtig avontuur.
jongen. Ik ben een meisje. En nu de Betty, jij boekenworm.
verschrikkelijk als ik wegga. Ze mist me zo verschrikkelijk. Papa ook. Maar ik denk dat het goed is voor de massa om een eigen ruimte te hebben. Ouders moeten echt trots zijn op zo'n slim meisje als jij. En vertel je nog zoveel verhalen als je bent? Is er misschien een verhaaltje dat je nu wil vertellen? Dag mevrouw Pint. Tot volgende week. Dag lief Engel. Succes met de Tolstoy. Wie was dat? Dat? Het is juf Engel. Zij wordt jouw juf. Maar ga je nu nog een verhaaltje voorlezen? Of, er waren... Er waren eens twee geliefden. De twee beste circusartiesten ter wereld. Een boeienkoning die kon ontsnappen uit elk slot dat ooit was uitgevonden, werd verliefd en trouwde met de beste acrobaten ter wereld. Samen voerden ze de gevaarlijkste stunts uit die iemand ooit had gezien. En mensen kwamen van heinde en ver om hen te kunnen zien. Koningen, koninginnen, beroemdheden en zelfs astronauten. Ze verhuisden naar een... Maar niet enkel om een supercoole stunts te zien, maar ook voor een liefde voor elkaar. De liefde was zo mooi, zo puur, dat elke keer wanneer er een poes voorbij kwam, spontaan begint te spinnen. En elke keer een hond voorbij komt, begint spontaan te huilen. Oh. Ze verhuisden naar een oud groot huis aan de rand van het dorp. En s'avonds stonden de kinderen aan hun poort, want ze wisten dat ze maar één woord hoefden te roepen. Zo, zo! En het schoten de twee speciaal voor hen direct in gang. Maar ondanks dat ze rijk, beroemd en geliefd waren en zielsveel van elkaar hielden, waren ze verdrietig. We hebben alles wat de wereld ons te bieden heeft, zei de vrouw. Maar we missen het ene ding dat we het liefste willen. We hebben geen kind. Geduld, mijn liefste, antwoordde de man. De tijd staat aan onze kant. Zelfs de tijd houdt van ons. Oh, Mathilda. Maar de tijd kroop steeds sneller vooruit. En ze werden ouder en ouder zonder zelf ouders te worden. 'S Nachts luisterden ze naar het grote lege huis en droomden hoe mooi een kinderlach, een kinderstem, zou klinken in de lege kamers. Mathilda, dat is zo verdrietig. Wilt u dat ik stop? Nee, nee. Hun verdriet overspoelde hen en dreven tot steeds gevaarlijkere stunts. Zo gedaan gaan ze de gevaarlijkste stunt ooit doen. Hij heet de brandende vrouw zwevend door de lucht met dynamieten naar haar over haai- en puntige objecten, gevangen door een man opgesloten in een kooi. Ja, en wat gebeurde er toen? Geen idee. Wat? Nog niet in ieder geval. Maar... Je ouders moeten waarschijnlijk wel wachten op je thuis. Of is je mama hier misschien in de buurt? Ik wil haar echt graag eens ontmoeten. Dag mevrouw Fent, zie je morgen. Tot na je eerste schooldag. Wat?
Goedemorgen, kinderen. Ik ben juf Engel en dit is jullie allereerste dag op school. Dit is zo bijzonder. Nu, is er iemand die mij misschien kan vertellen hoe de tafel van 2 gaat? Geweldig. Mathilde, dat was het toch? Ga maar staan en probeer maar zoveel als je kunt. 1 maal 2 is 2. 2 maal 2 is 4. 2 maal 3 is 6. 2 maal 4 is 8. 2 maal 5 is 10. 2 maal 6 is 12. 2 maal 7 is 14. 2 maal 8 is 16. 2 maal 9 is 18. 2 maal 10 is 20. 2 maal 11 is 22. 2 maal 12 is 24. 2 maal 13 is 26. 2 maal 14 is 28. Oké, 2 maal 15 is... Ja, het is goed, Mathilde. Tot hoe ver kun je gaan? Geen idee. Heel ver, denk ik. Denk je dat je me kunt vertellen wat 2 maal 28 is? 56. Ja? Ja, dat is juist. Oh, of dit. Deze is veel moeilijker, dus maak je maar geen zorgen als ik iets weet. 2 maal 487. Nu, als je daar je tijd voor zou nemen, zou je misschien op het antwoord komen? 974. 12 maal 7? 84. Wow. Kinderen, laten we rekenen maar even vergeten voor het moment, ja? En naar lezen kijken. Nu, wie kan deze zin op het bord lezen? Ik ja, Nigel. Onzichtbare man, de geheime tuin, Sherlock Holmes, Misdaad en Straf en alle Harry Potters. Bambinatum est magitum. Bambinatum est magitum. Kinderen zijn mannen! Sterker nog, zij zal het zijn geweest die van de morgen die stinkbom op mijn bureau heeft gelegd. Ik zal haar eens goed straffen. Maar mevrouw de directrice, dat zei ik toch helemaal niet? Dat ze dat gedaan had, ik bedoel... Heb ik niet net gezegd dat ze een gangster is? Ze kent haar tafels. Dan heeft ze wat trucjes geleerd. Mevrouw de directrice, ze kan lezen. Dat kan ik ook. Mevrouw, naar mijn mening, wel, ik geloof dat dat Mathilda Wurmhout bij de 11-jarige moet worden geplaatst. Wat? Maar ze is een sukkel, een idioot, een niet uitkomend kikkerfisje! Wat zou het zijn als we haar...
haar bij de 11-jarige zitten. Wat met orde! Regels, Engel. Ik moet zeggen, maar naar mijn mening, is Mathilda Wurmhout een uitzondering op de regels? Een uitzondering op de regels. In mijn school! Zie, de medaillestralen zonlicht staan. Zie, ze fonkelen, zijn ze niet mooi. Wat denk je dat ik doe, buiten de maandenlange brute training? Voor ik kom op school, denk je echt dat ik destijds kampioen werd, omdat ik maar deed wat ik wou en de regels vergaat? Wel, vertel. Als ik afkwam in de cirkel, dacht ik, goh, ik draai. Nou, met mijn handen vol met poeder, dacht ik, goh, ik zwaai. Ik dacht het niet. En begon aan mijn draai, kreeg ik toen om me heen. Dat ik droomde of verslapte of mijn focus verdween. Dat ik twijfelde aan snelheid van rotatie. Dat ik verandering tot in mijn elevatie. Als de kogel dan vloog, dat ik plotseling niet kreun of mijn lichaam gewicht. Want daar achter de huid, geen moment, geen accent. Thank you.
pijn in, zo in je hoofd geplet? Nee, het is goed zo. Ik denk dat ze gewoon passen. Juist. Nou, ik kan maar beter in de buurt blijven voor het geval dat ze toch uit je oren beginnen komen. Voor als je hulp nodig hebt. Ik ben Lavendel. En ik denk dat het waarschijnlijk het beste is als we beste vrienden worden. Ik haat vluchtjes. Maar mijn mama vindt ze leuk. Ze zegt dat ik er mooi mee sta. Je mama is een idioot. Zojuist een heel grote fout gemaakt. Gewoon dat iedereen het weet, maar dit is dus wel mijn beste vriendin. En snor.
Dit is mijn Dolfo. Nee, zoiets is het niet. Hij is mijn danspartner. We repeteren. En ciao. Oh, per l'italiano? Ciao Rudolfo, piacere, come stai? Wat? Wat is dit, schattige? Je weet wat onderbrekingen doen met mijn energiestroom. Ha! Wat wil je, Engel? Je Engel. Oké, ja, zoals u weet zit Mathilda in de eerste klas. En kinderen van de eerste klas worden niet geacht te lezen. Ja, sommige lezen weten we het al eerst, hè? Ik ben in de zoon. Help. Zo was de grote dag aangebroken. Het leek wel alsof de hele wereld zich had verzameld om naar hen te kunnen kijken. Plotseling kwamen de acrobaten en de boeienkoning uit hun prachtige huis. Maar in plaats van muzikale fanfare was er stilte. Dames en heren, jongens en meisjes. De brandende vrouw zweeft door de lucht met dynamieten naar haar over haaien en puntige objecten. Gevangen door een man, opgesloten in een kooi, is geannuleerd. Nee! Ja, het is geannuleerd omdat ik zwanger ben. Oh, Mathilda. Absolute stilte. Je zou de boer van een mug gehoord kunnen hebben. Plots sprong het publiek overeind en juichte van vreugde. Het applaus duurde bijna een uur. En de grote voorstelling was meteen vergeten. Dus het verhaal heeft toch een happy end? Ja, vergeten er iedereen behalve door de zus van de acrobaten. Een angstaanjagende vrouw die vroeger nog kogelslingeraar was geweest. Zij deed niets liever dan de kinderen van de stad bang maken en mensen fluisteren dat ze in haar donkere hart haar
zuster haatte. Ze stapte naar voren en pakte een contract. Een contract? Er is een contract getekend om deze stunt uit te voeren. En jullie? Zullen deze stunt dan ook uitvoeren? Nee! Ik heb betaald voor de posters, de catering en de sanitaire voorzieningen. Als ik de menigte een geld teruggeef, waar is mijn winst dan? Een contract is een contract. Mijn handen zijn verbonden. De brandende vrouw, zwevend door de lucht, met dynamiet in haar haar, gevangen door een man, opgesloten. Overhaaien en puntige objecten. Overhaaien en puntige objecten. Gevangen door een man, opgesloten in een kooi, zou worden uitgevoerd vandaag. Of jullie liggen allebei. Mathilde, kan ik even met je praten, alsjeblieft? Mathilde, ik ben bang dat ik anderen niet heb kunnen overtuigen van jouw gave. Dus zal ik vanaf morgen een paar moeilijke boeken voor je meebrengen, waarvan ik denk dat ze je zullen uitdagen. Je mag hier zitten en lezen terwijl ik de anderen zie. En als je vragen hebt, zal ik mijn best doen om ze te beantwoorden. Hoe klinkt dat? Mathilde, dat is de grootste knuffel ter wereld. Je knuffelt alle lucht uit mijn lijf.
toch niet allemaal opeten? Misschien tijd meer voor Mavram. Eet. Mevrouw de directrice, dan wordt hij ziek. Wel, daar had hij aan moeten denken. Toen hij besloot een pact te sluiten met Satan! Om mijn taart op te eten. Eet! Dat lukt nooit! Eet! Dat lukt hem nooit! Eet! Meer rond, ik ben daar.
van mijn verhaal horen? Oh, verhaal, verhaal. Kom, kom, kom. Langzaam, heel langzaam sloeg de acrobaat haar glanzende witte sjaal rond de nek van haar man. Zei ze, en ze kuste hem met de zachtste kusjes. Maar plotseling omhelsde ze hem met de grootste knuffel ter wereld. Zo hard dat hij dacht dat ze alle lucht uit hem zou knuffelen. En toen bereidde ze zich voor op de grootste stunt die er ooit al was uitgevoerd. De boeienkoning moest uit de kooi ontsnappen, naar voren leunen, zijn vrouw met één hand vangen, met de andere hand een brandblusser pakken en de vlammen op haar speciaal ontworpen jurk doven binnen 12 seconden. Anders zouden de vlammen de dynamiet op haar hoofd bereiken en haar hoofd zou ontploffen. De stunt is goed begonnen. Op het moment dat de jurk in brand werd gestoken, vloog de acrobaat de lucht in. De menigte hield zijn adem in toen ze over de haai en stekelige voorwerpen slingerden. Ze keken toe hoe de vlammen op haar jurk naar omhoog kropen. Ze reikten naar de kooi. De hangsloten en kettingen vlogen open, de deur vloog open en de man strekte een gespierde arm uit naar zijn vrouw en zijn kind. Ik kan niet kijken. En hij grijpt de hand en plotseling zijn de vlammen bedekt met schuim, voordat ze allebei ontploffen. Oh, dus het verhaal heeft toch een happy end. Nee. Misschien waren het de zenuwen. Misschien waren het de gedachten over het kind. Maar de poeienkoning had een klein beetje te veel schuim gebruikt, waardoor hun handen glibberig werden. En toen viel ze. Heeft het overleefd? Is het oké? En de baby, alles oké? Ze brak elke bot in haar lichaam. Behalve die aan het uiteinde van haar kleine vingers. Ze slaagde erin om lang genoeg te blijven leven om haar kind te krijgen. Maar de inspanning was te veel. Wat van ons klein meisje. Heb onze dochter lief met heel je hart. Ze is alles wat we ooit wilden. En toen stierf ze. En toen werd het nog erger. Wat? Maar toch alsjeblieft, kan echt niet nog erger worden. Ik ben bang van wel. Omdat de boeienkoning zo vriendelijk was, gaf hij nooit de schuld aan de slechte zus voor wat er gebeurd was. Hij vroeg haar zelf om haar te helpen om voor zijn dochter te zorgen. Ze was vreselijk voor het kleine meisje. Ze liet haar wassen, strijken, schoonmaken, koken en sloeg haar als ze iets verkeerd deed. Maar altijd in het geheim, zodat de boeienkoning niet vermoedde. En zo groeide het kleine meisje op met de meest gemeenste en vreedste tante die je maar kunt voorstellen. We gaan de politie bellen. Mevrouw Frans, het is maar een verhaal. Ja, natuurlijk. Tilla, jij bent zo slim. Je ouders moeten echt denken dat ze de lotto hebben gewonnen met muziek als jij. Oh ja, dat denken ze. Ze zeggen altijd, Mathilda, je bent net de lot uit de loterij. Ja, je kan beter gaan. Iedereen.
Weet je wat ik morgen ga doen? Ik ga naar de bibliotheek met jou. En ik vertel die oude taart dat je daar nooit meer binnen mag komen. Wat? Nee, doe alsjeblieft niet. En als ze dat toch doet, dan laat ik haar ontslaan. Jij zult nooit meer zo'n stinkend rotboek lezen, zolang je leeft, jongeman. En nu naar binnen en blijf binnen, jij stinkend mormel. S'nachts huilde de dochter van de boeienkoning zichzelf in slaap. Alleen op haar kamer. Ze had nooit één woord gezegd over haar kwade tante, omdat ze geen last wilde veroorzaken. En dus leed ze in stilte, tot ze op een dag explodeerde. Je netteloos, smeeg, klein, misbaksel! En ze sloeg haar, gooide haar in de donkere en vochtige kelder, deed de deur op slot en ging naar buiten. Maar die dag kwam de boeienkoning vroeg thuis. En toen hij de tranen van zijn dochter hoorde, sloeg hij de deur open. Afkomen, trekken uit. Au, au. Ah,
Ik denk dat ik deze dat kan voelen oprukken. Stop als stupid. Laat je maar terug, jij grote dikke bulba! Durf je? Je bent niet geschikt voor deze school. Is dat een gevangenis? De meest vochtige, dierste, donkerste kikker. Ik zou naar buiten moeten laten rijden, vastgebonden aan een bed met een melkje voor je hond. Ik zou je verblutten. Ik zou je slaan. Ik zou je ontleren, mevrouw. Ik zou je vastmaken aan een tafel. En dan zal ik experimenteren op jouw inkomen. En dan zullen al deze kleine maakslakken de meest afschuwelijke vernederingen ondergaan. Dankzij jou. Ik zal je voederen aan de termieten. En dan zal ik de termieten verpulveren tot stof. Er zit allemaal onder mijn ogen. Er zit allemaal
maar ik denk dat we beter allemaal naar huis gaan, nu we nog kunnen. Ja! Tot morgen allemaal! Mathilda? Kijk eens. Mathilda, ik denk echt niet... Kijk eens, alstublieft. Ben ik vreemd? Ik denk... Wat denk je van een lekker kopje thee? Met die ongelooflijke geest van jou. U bedoelt dat er te weinig ruimte is in mijn hersenen voor mijn ogen. Dus er door mijn ogen uitzijpelen. Nou, niet precies, maar zoiets. Je bent een speciaal meisje, Mathilda. Ik heb je moeder ontmoet. Ze is ongebruikelijk. En je vader is heel trots om zo'n slim meisje als jij te hebben. Oh ja, hij is heel trots. Hij zegt altijd, Mathilda, ik ben zo trots om een dochter te hebben als... Dat is niet waar, juf Engel. Hij is helemaal niet trots. Hij noemt me een valsspeler, een leugenaar en een smerige kleine engert. Ik snap het. Hier zijn we. Oost-West, IJs-West. Bent u arm? Oh ja, heel arm. Betalen ze hier aan niet erg goed? Nee, dat doen ze niet, maar ik ben arm dan de meeste leraar, om andere redenen. Zie je, ik woon met mijn tante, zoals... En op een dag was ik aan het wandelen en ik kwam deze oude schuur tegen. Ik was er meteen verliefd op. Ik vroeg de boer of ik hier mocht wonen. Hij dacht eerst dat ik gek was, maar hij stemde in en sindsdien woon ik hier. Maar juf Engel, u kunt toch niet in een schuurtje wonen? Ik ben niet zo sterk als jij, Mathilda. Zie je, mijn vader stierf toen ik jong was. Mag niet zitten. Hij was erg aardig, maar toen hij stierf, mijn tante mij uiterlijk gevolgd. Ze was zo gemeen en zo vreselijk dat je het je nauwelijks kunt voorstellen. En toen ik eigenlijk mijn baan als leraar kreeg, toen kwam ze plots af met de rekening om al die jaren voor mij te zorgen. Ze had alles opgeschreven. Elk blik bonen, elk theezakje, elke elektriciteitsrekening. Dat was een contract waarin stond dat ik haar elke cent moest terugbetalen. Ze kwam zelfs af met een document waarin stond dat mijn vader haar zijn huis had gegeven. Heeft hij dat echt gedaan? Heeft hij echt zijn hele huis aan haar gegeven? Ik weet het niet. Ik vind het moeilijk te geloven. Net zoals ik niet kan geloven dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd. Dat is wat er volgens haar is gebeurd. U denkt dat zij me heeft vermoord. Is het niet, juf Engel? Ik weet het niet, Mathilde. Ik weet gewoon door jaren gepest te worden door die vrouw mij zwak heeft gemaakt. Ik kon geen kant op. En daarom woont u nu hier. Het is koud hier. Ik weet het. Hier. Dit zal je warm houden. Juf Engel, is dit uw vadersjaal? Ja, mijn moeder gaf hem aan mijn vader voor ze stierf. Weet je, zij was een acrobaat. Ja, inderdaad. En mijn vader die was een... Een boeienkoning. Mathilde, hoe weet jij dat? Dus het waren uw ouders? Wat, wie? De mensen in mijn verhaal. Welk verhaal? Het verhaal. Ik heb een verhaal verteld en ik dacht dat ik het verzon. Maar het is echt. Het is uw leven. Ik heb uw leven gezien. Je hebt
regels M. En als ik volgens de regels speel, en niet win, dan is er iets mis. Dan is er iets niet waar, en is er iets niet waar, dan start de wedstrijd. Maak ik je aan, ja. Deze klas krijgt een hele speciale spelletest. Elk kind dat één fout antwoord geeft, gaat naar het denkbak. En wie wordt mijn eerste slachtoffer? Jij! Yeah! Spel water. Water, W-A-T-E-R, water. Wat? Ja, juf Engel heeft ons dat geleerd. Ze is heel goed in lesgeven. Onze juf Engel is nergens goed in. Maar die speelt te zwak en te wak om ergens goed in te zijn. Elke idioot kan dat zien. Yeah. Draai om en spel hetgeen wat jullie allemaal zijn. Weerzinwekkend. Weerzinwekkend. W-E-R-Z-I-N-W-E-K-K-E-N-D. Weerzinwekkend. Je speelt vals. Natuurlijk speelt ze niet vals. Ze speelt gewoon een woord. Deze kleine stofdeeltjes kunnen niet slim zijn. Het zijn wormen. Ik heb les gegeven. Dat is alles. Met vriendelijkheid, geduld en respect. Hoe durf je die woorden in mijn klas te gebruiken? Juffie. Deze klas, hè. En jij weet niks van lesgeven. Niks. En ik zal het bewijzen. Jij, snotnes. Spel Angela Camania Septicanus Tibos. Wat? Dat is niet eens een woord. Spel verhaal. En ik waarschuw je, het bevat stille letters. A. M. C. H. E. L. L. A. O. Je. O. Lieve. Liefje. K. Oh nee, het spijt me zo. Het was een stille zet. Je gaat naar Stinkhoek. Kat, KF, ik heb het foutje. Je moet mij ook in het Stinkhoek stoppen. Wat? Hot, H-I-X-P, N-W, tafel, Q-A-Z-E-L, N-W. Wat gebeurt hier? Wat doe je? Stop dit, ga zitten. Je kan ons niet allemaal in het Stinkhoek stoppen, hè? Ga zitten. Ga zitten.
van haar boze tante, een Agatha Bulstrong. Ze trok er meteen in en was erg gelukkig. En wat juffrouw Bulstrong betreft, zij werd nooit meer teruggezien. Alle steenkoeken werden direct vernietigd en een nieuwe directrice nam het over. En haar naam was nu Jenny Engel. Er werd vaak gezegd dat het de beste school was in het hele land. Mathilda kon nooit meer dingen met haar ogen laten bewegen. Ik dacht dat het omdat haar geest meer werd uitgedaagd. Maar zij is overkomen omdat ze geen behoefte meer had aan superkrachten. Soms keek ik naar haar. Het kleine meisje dat zoveel had gedaan voor anderen, maar zelf vast zat met ouders die zo gemeen en vreed waren. En ik voelde mijn bloed koken. Soms wou ik dat ik het gewoon kon. En dat ik iets kon doen. Dit is het einde. En ik zou zo graag vertellen dat het verhaal een goed einde had. Ik zou zo graag vertellen dat Mathilda eindelijk de liefde kreeg die ze verdiende, maar... Maar de waarheid is dat niet elk verhaal een happy ending heeft. Ja, ik ben bang dat mijn vader behoorlijk stom is. Wat is je naam, kleine meid? Mathilda. Wel, Mathilda, ik vind je een slimme meid. Ik kom in mijn branche niet zo vaak slimme mensen tegen. De meeste mensen dat ik tegenkom, gaan je hersenen hard van achteruit. Achteruit! Спасибо. Не тези прету по знакомича с вами. Не така лошо. Кап не е телес да, но жа биде старачи иска да се. Вие туристски не? Ik heb mezelf geleerd. Ik was Dostojewski aan het lezen en ik dacht dat het beter zou zijn om het in de taal te lezen waarin het geschreven was. Ik ben Sergei. Het is een eer je te ontmoeten, Mathilde. Maar je vader is stom en onbeleefd geweest tegen ons allebei, ja? Dus ik kan ervoor zorgen dat een van mijn vrouwen een manier leert. Wat denk je? Meneer Serge, dit is een zeer verleidelijk aanbod. Maar hij is mijn vader en ik ben zijn dochter. Ik denk dat ik genoeg heb van vragen. Mathilda. Mathilda. Ah. De vader is stom, maar hij mag zijn eigen lukprijs met zijn dochter afschrijven. Als ik hier nog één keer tegenkom, dan is er nog maar goed vanaf komen.
Wil jij goed voor haar zorgen? Dat doe ik. Goed. Wat het toch niet meer plaats. Dank je. En Mathilda, die sprong in de armen van juf Engel. En knuffelde haar. En ze merkte het nauwelijks dat het gezin Wilmout in de verte... En Rodolfo! En Rodolfo in de verte wegrende. Omdat ze elkaar eindelijk gevonden hadden. Dames en heren, dit was Mathilda!